De Ingrid Crash op het terrein van het Zeelands Hospitaal moet per 15 september haar deuren sluiten. Dit komt doordat het in de rode cijfers zit. Het bestuur van het kinderopvangtehuis heeft het personeel reeds op 1 juni van de sluiting verwittigd. De geschrokken personeelsleden hebben daarom vandaag een petitie ingediend bij DNA, waarin wordt gevraagd de sluiting tegen te houden. De petitie is voorgelezen door Arita Winter, een van de groepsleiders van de crash. Geachte voorzitter, waarom wij nu hier staan is om ons beklag te doen en tevens een oplossing te vragen. Omdat er op vrijdag 1 juni 2018 jongsleden aan ons door het bestuur van de Ingrid Crash is medegedeeld dat de crash zal ophouden te bestaan. En dat zal gebeuren op 15 september 2018. De reden voor de sluiting is dat de crash op rode cijfers draait. Wij begrijpen dat ook niet en hebben het bestuur vragen gesteld hieromtrent. We hebben geprobeerd om het bestuur op andere gedachten te brengen, door bijvoorbeeld met een jaar te verlengen, of de tantes de gelegenheid te geven naar iets anders uit te kijken, en ook de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwd hebben, ook de ruimte te geven een andere plek voor hun kroost te zoeken. Maar wat wij eigenlijk willen, voorzitter, is dat de crash niet sluit. Wij houden van ons werk. De crash valt onder een stichting die beheerd wordt door zowel het Zeelands Hospitaal als het Sint Vincentius Ziekenhuis. In totaal werken er 15 kinderleidsters en worden er 98 kinderen opgevangen. Winter zegt verder dat er eerst hulp is gezocht bij het ministerie van Arbeid, echter zonder resultaat. Inmiddels zijn wij onze rechter gaan opvragen. Wij zijn naar het ministerie van Arbeid geweest om onze beklag te doen en ook aan te geven dat dit onrechtmatig handelen is van het bestuur. We zitten allen met onze eigen maandelijkse verplichtingen, schulden, aflossingen, etc. etc. Wij willen verder onder uw aandacht brengen dat het overgrote deel van de ouders dit nog niet eens weten dat de crash per ingaande 15 september 2018 zal ophouden te bestaan. Wij kunnen het ook niet op onze harten dragen het ze te vertellen, want elk van hen heeft met hun kind een band opgebouwd, zowel met de tantes als met de locatie. Geachte voorzitter, we vragen u nogmaals vriendelijk en beleefd voor ons te willen bemiddelen en ook voor onze doelgroep. God zegene u, uw werk, uw gezin en Zwitserland. Arita Winter, een van de groepsleiders van Ingrid Crash op het terrein van het Zeelands Hospitaal. Zij heeft vandaag samen met de andere personeelsleden een petitie ingediend bij DNA. Aan DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons is gevraagd te voorkomen dat de crash sluit. DNA-voorzitter liet zich vertegenwoordigen door een DNA-medewerker.